Ja, het onderzoeksproject Normatieve Professionalisering is denk ik nu 2,5 jaar geleden van start gegaan hier in het kader van het grote onderzoeksprogramma van de Universiteit van Humanistiek. Het verbinden van zingeving en humanisering in de praktijk. Hoe breng je nou samen een zinvol, vitaal leven leiden, zin in je werk hebben, iets zinvols doen met je leven aan de ene kant en goed werken. Werk dat goed doet aan de andere kant. En de invalshoek van normatieve professionaliteit is dat professionals in heel veel beroepen voortdurend normatieve beslissingen nemen. En in normatieve kaders werken. En handelingen verrichten voor anderen die ingrijpende gevolgen hebben voor het leven van anderen. Bijvoorbeeld als je politieagent bent of rechter of verpleegkundige of leraar. Dat wat jij als professional doet, wat er uit je handen komt, dat dat voor anderen ingrijpend is en dat dat ethische en morele en politieke vragen dus oproept. En wij constateren ook dat in veel praktijken die vragen naar de rand gedrongen worden. Want dat zijn vaak lastige vragen. Doen wij wel goed werk? Is wat wij doen voor de ander inderdaad behulpzaam? Of leert hij daar echt iets van? En daar komt bij dat veel professionals het gevoel hebben dat dat verdringen van die normatieve, die morele, die ethische dimensie van hun werk, dat dat ook komt doordat ze heel veel normen van boven krijgen. Normen van de inspectie, prestatienormen, protocollen enzovoort. Dat hun werk ingesnoerd wordt en dat ze daar onder zuchten. En vaak leggen ze dan de schuld bij de managers of bij de politiek of bij anderen. En wordt daar dan de autonomie van de professional als remedie opgevoerd. De professional zou meer ruimte moeten hebben om een eigen ding te kunnen doen. En dat vinden wij een iets te simpel perspectief. Omdat dan eigenlijk de professional toch weer de expert wordt die het zelf het beste weet. En die je vooral met rust moet laten of zijn eigen discretionaire ruimte moet gunnen. En dan komt het goed. Ik denk niet dat dat klopt. Ik denk dat het, zoals Richard Sennett ook zegt, dat het een heel belangrijk onderdeel van goed werk is dat je weerstand ontmoet. Sennett zegt, als ik een cellist ben en ik wil steeds beter cello spelen, ja, dat ding dat voegt zich niet zomaar naar mijn wensen. Ik moet oefenen, ik moet in dialoog gaan met die cello. En datzelfde geldt voor lesgeven. Ik geef zelf nu bij kleine 40 jaar les. En ik ben nog steeds aan het leren hoe ik dat beter kan doen. En hoe dat ambacht van goed lesgeven, hoe dat in elkaar zit. En dat leer ik ook aan lessen die misgaan. En aan tentamenvragen die achteraf niet blijven te deugen. En dus de weerstand van het materiaal dat je bewerkt, die roept een dialoog op. En naarmate je meer met mensen werkt, is dus die dialoog met mensen is cruciaal. Hoe kan ik nu aan jouw reactie, aan hoe wat ik doe bij jou terechtkomt en aan jouw commentaar en denken daarover mijzelf als professional ontwikkelen. En datzelfde geldt voor mijn collega's. Hebben wij samen een cultuur waarin we naar elkaars werk kijken, waarin we daar de dialoog over aan kunnen gaan, waar we de zorgen daarover kunnen delen, maar ook de lol daarvan kunnen delen. Kunnen we samen als professionals, zoals Bart van Rosmalen, een van mijn promovendi, zegt, kan ons werk ook spelen zijn, samen een serieus spel doen? Nou, dat zijn allemaal vragen die wij in het project Normatieve Professionalisering onderzoeken. En we hebben hier aan de Universiteit van Humanistiek, zijn we al een kleine 20 jaar aan het nadenken over normatieve professionaliteit en vooral over normatieve professionalisering. Hoe kun je nou beter, reflexiever, opener, dialogischer, serieuzer, meer moreel betrokken, speelser met die normatieve dimensie van je werk omgaan? Hoe kun je daar eigenlijk een leerproces omheen op gang brengen en in stand houden wat leidt tot werk dat deugt en deugd doet? En we hebben daar heel veel theorievorming over in huis, allemaal boeken geschreven, artikelen. En we hebben 2 jaar geleden gezegd, we hebben veel te weinig empirisch onderzoek gedaan naar processen van normatieve professionalisering. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Wat vinden mensen daarbij uit? Wat helpt en wat helpt niet? Dus zijn we dit project gestart en daarbinnen zijn op 12 terreinen zijn exploratieve onderzoekjes gestart naar plekken waar de onderzoekers, hier vanuit de UVH, promovendi, maar ook mensen van buiten met wie we samenwerken, het gevoel hebben, ja, hier gebeurt iets interessants. Hier is een proces gaande wat ik zelf als een serieuze, verdiepende
omgang met die normativiteit ervaar. En dat ga ik beschrijven, dat ga ik analyseren en dat ga ik over nadenken. En daar maak ik een boek over, dat moet in het najaar verschijnen. En vervolgens willen we in het verlengde daarvan ook kijken of we vanuit die normatieve rationalisering nieuwe samenwerkingsverbanden, ateliers of werkplaatsen met mensen in verschillende domeinen en praktijken kunnen opzetten, waarin we over en weer leren van elkaars ervaringen en inzichten. En dat gaat ook over nieuwe communicatievormen. Dat gaat ook over hoe we daar niet alleen maar tekst en gesprek, maar ook beeld en geluid bij kunnen betrekken. En een van de initiatieven die we nu gestart zijn, is dat we op onze pagina op de website van de UVH, dat we daar een aantal filmpjes willen gaan publiceren met gesprekken met mensen die in dat project normatieve rationalisering iets spannends, iets interessants, iets leuks aan het doen zijn. En dat gaat binnenkort van start.